Hallo en welkom bij een nieuwe video. Ja, ik sta even in de stal, want het waait heel hard. Ja. Het is echt heerlijk weer. Flo staat even met kribbenbijten, dat hebben we net aangeleerd. Want ze moest net stilstaan om haar haar te knippen. Ja, dat vond ze superleuk. Zeer stressvol. Very geslaagd. Nou heeft ze de unicorn staart of shame. Hè? Ja, heel zielig was je. Wij gaan vandaag iets heel leuks doen. We gaan vandaag naar de kliniek van Laurens van Nieren. En daarna heeft ze al een week vrij. Oh ja, mag ze dan bijkomen? Ja, dan mag ze bijkomen van alles. Het is op vreemd terrein, het is bij de Zaanse Ruiters, dus wij gaan nu die kant op. Het waait heerlijk, we gaan Flo in de trailer zetten en op pad. Tot zo! Zou ik meteen alle muziek aan doen, want ik moet wat vertellen. En anders word ik weer geboycott door YouTube. Word ik weer gecanceld. Dus heb je vingers getikt. Ja, echt. Ik had gewoon one, two strikes and I'm out, zeg maar, gekregen hoor, de vorige keer. Oh, lekker. Ja, echt. Er stond echt heel zachtjes ergens de muziek op. Nou, echt. Ik dacht, serieus? Maar... mag niet. Excuse me, Ariana Grande. I'm coming for you. wij gaan dus nu naar de kliniek van Laurens van Nieren. We gaan daar 3 kwartier rijden en een les is voor 2 personen. En Katinka die rijdt ook mee met een jong paard. Dat is een paard wat ze gaat uitbrengen op wedstrijd en wat ze tijdelijk gaat trainen. Heel leuk paard. Volgens mij is er drie of vier? Volgens mij is er ook vier, net als Flo. Dus ja, wel heel interessant. Wij rijden dan de kliniek op BL niveau, maar er zijn ook mensen die rijden echt... zet en weet ik het allemaal. Zware tour zat er ook tussen. Ik weet echt niet of zij dicht op onze les zitten. Zijn wat eerder. Zware tour was eind van de ochtend volgens mij. Oh, dat is wel jammer, anders kan je natuurlijk wel even kijken. Maar ja, maakt niet uit, wij gaan die kant op. We hebben geen drone mee, want het waait fucking hard. Dan waait Saar de drone in de boom. Mijn drone zoeken. Find my drone. Wel AirTag erop geplakt. Nou ja, Flo staat lekker rustig. We gaan nu die kant op. Waarschijnlijk is het buiten. Hoop ik. Ze hebben volgens mij versterkte boksen ook. Dus dat is wel leuk. Dus dan kunnen jullie ook goed horen wat er wordt gezegd. Hoop ik. En anders moet Saar alles dubbel zeggen in de camera. Moet Saar alles zeggen wat Laurens zegt in de camera. Je hoort het wel. Je hoort het wel. Ik hoop dat je het hoort, want dat weten we niet van tevoren. Anders hoor je alles 2 keer. Oh ja, echt hè? Oh ja, nou ja, dan synchroniseer ik het zo van. Zeg, Romy, wat rijden, fantastisch. Dat ik een amazing date. Hier zei hij dat ik echt super goed rij. Nou, hier zei hij dat weer. Gekke, wel een leuke les hoor. Ja, dat wordt het. Dat is dat het. Dat denk ik ook. Ja, echt. Ja. Nou, oké. We zien jullie zo. Ja, uitgeleerd. Waarom start je geen Grand Prix? Dat zegt hij dan. Ja, zeg ik. Ja, weet je. Rustig aan. Alles op zijn tijd. Nou, doeg. Flootje. Hallo. Ben Flo. We zijn er. Gearriveerd. Zeg, dat is een beetje spannend hè, dan, met van die vliegen. Ja. Ik heb ook een uitzicht op achterman. Nou, we zijn er. Flo heb ik helemaal naar de zin. Ja, helemaal leuk. Ik denk echt, ik dacht dat mijn vakantie al was begonnen. Dit is niet de afspraak. Liever niet meer rijden, Flo. Nou, het komt helemaal goed, Flo. Nog 1 keertje, even les. Dan ben je klaar. Mag jij even vrij? Mag jij even lekker niet op de kans? Ja. Lekker met de kans. We kijken. Even je kleren aan. Woep woep. Ik heb er zin in. Zo, hoppakee. Dat mee, dit mee. Zus mee, zo mee. Iedereen alles mee. Krijg je het uit de knoop? Wel gepoetst deze keer. Serieus? Ja! Wauw. Voor wedstrijd, niet doen. Maar voor Laurens wel. Oké. Voor Laurens doen we alles. Oei oei oei. Nou weet je ook weer waar je staat hè Flo? Ja echt hè? Ligt niet aan jou, het ligt aan Laurens. Ja. Leuk dat je had bedacht. Zij houdt hem ook nog even vast.
Oh, beautiful kijkt ze. Zo. Ja, maar kijk, dit, jongens, dit is echt trick of the year. Nu kan ik alle losse haren haal ik eraf vandaan. Doe ik zo. Bloop. En dan klopt het helemaal weer, hè? Dan zit het beautiful. Zo. Tadaa. Ja. Dan hoef ik daar nu geen ruzie over te maken. Nee, hè, Flo? Nee, Flo denkt... Inderdaad! Flo vindt het heel stom als we aan haar, haar zitten. Hè? Flo heeft een vrije ziel. Ja. Die houdt niet van haar geknip. En van... Ook niet van haar gevlecht. Haar moet los wapperen. In de wind. En lekker lang. Heb jij een vlieg misschien? Ja, er vliegt wat rond haar oog. In het zicht, hè, Flo. Heel vervelend. Zo, nee, ja, dit oog. Daar, hè, zat die. Ja, Saartje, red je wel. Kom maar. Goed zo. Hè? Ja. Moet ik snel alles dicht snoeren. Nee, hè, Flo. Kijk eens, was je knap. Kan ik nog recht doen? Beautiful. Doe dan ook even die steentjes recht, want anders is het geen plan. Anders kijk. Oh, kijk, hier. Kippen doen het dus. Oh, daar is Katinka. Die denkt, wat is er vroeg? Nou, Katinka is er ook en we gaan naar de bak toe. Ik doe Flo nog eventjes kort aan de hand werken en Katinka stapt ook in aan de hand. En daarna gaan we er samen op. Even wachten hoor, Flo. Zat je? Ze is vertrokken. Nou, daar zijn we in de baan bij Laurens. Laurens is nog de laatste hand aan het leggen aan een aantal formulieren die hij invult. Je krijgt aan het einde van je lessen namelijk een formulier mee met de tips voor je volgende training. Ik scheur hier even voorbij. Katinka is rustig aan het stappen, maar Flo had daar geen geduld voor. Dus de meid wilde absoluut niet stappen. Dus nou ja, ik ga daar ook geen discussie over maken. Ik snap dat ze het een beetje spannend vindt. Dus wij draven lekker alvast de baan door. Even alle hoeken gezien. En dan gaan we zo meteen beginnen met de les. Ik ben op een fijne drapje. Ja. En dan ga je... Je hoort in het begin wat windgeruis, dat wordt later een stuk beter. De stukken waarvan ik denk dat je misschien een beetje moeite hebt met het verstaan heb ik ondertiteld. En de rest is eigenlijk allemaal heel goed te verstaan. Heel veel kijkplezier. Rustig in het tempo, maar wel zo'n actieve ritme. En dan gaat het misschien een beetje te loperen. Dat is ook weer niet de bedoeling, maar wel zo dat achterbeen een beetje vlijtig houden. Balans en wel ijzer blijven. Om dat tempo en die houding constant te krijgen, moet je eigenlijk de hele tijd blijven variëren. Dus juist door variatie blijven, wordt het constanter, wordt het stabieler. Juist weer een beetje te activeren en dan weer een beetje op te vangen, kun je een beetje zo'n balans leren vinden. Goed zo, goed zo. Heel goed, Ronnie. Blijft ook al heel mooi stabiel in de aanleuning daar. Kijk maar of je zo een keer een pasje wijken kan doen. Of voor mij een paar stukjes schuin binnenwaarts al. Dat is ook wel een beetje. Je had het ook over de aanspreken bovenlijn. Nou, dat kan je een beetje doen door middel van buigen. En, een beetje van die buigen in het lichaam. Dat je kunt je binnenbeen kan buigen en dat je dan. Die aanleiding mooi in balans kan houden. Ja, is goed dat ik dan zij ook ga, dat ik toch daar
in de aanleuning kan blijven controleren wat betreft de balans. Remmingen buigen. Goed zo. Goed zo. Goed zo. De hand veranderen. Ja, goed, dat is ja, goed. Als we die stap ook een beetje weer wat actiever richting houden. Dat die achterbenen resoluut door blijven treden. Ook als je tegen weer een beetje opneemt, dat je niet een beetje veel te kort in die stap passen. Goed zo. Zo, ja, zo, ja. Dan blijft het een beetje mooi uit. De hand mooi stabiel, je moet constant houden. En dat je hand gewoon een begrenzing is, en dat je hem eigenlijk... Als je daar een beetje aan het zoeken gaat, dat je gewoon je hand laat staan. Je hoeft ook niet te reageren door dan aan te trekken of zo. Je moet gewoon je hand daar laten staan. En rustig, ja, rustig door blijven werken. Goed zo, goed zo, goed zo. Juist, heel fijn. Oké, doe maar een keer een stukje schouder binnenwaarts zo. Nee, dat snap ik, maar dat maakt niet uit. Als je zo niks kan wijken, kun je ook wel een beetje vast schouder binnenwaarts krijgen. Twee handen hier naar binnen en dan denk maar aan... Ja, dat dacht je niet, jullie weten. Denk maar aan het inzetten van een volte. Voor mij hebben we hier een volte zitten. Hier een keer een volte van 10 meter. Een volte rijdt. En dan eigenlijk alsof je die volte nog... Niet met je handen, maar dan met je binnenbeen langs de hoekslag rijden. Dan wil je met je binnenbeen weer uit de rug uitrijden. Dan wil je iets met je handen blijven hetzelfde doen. Daar is het wijken voor, dat je een paar keer leert wijken. Juist, je leert hem op je binnenbeen opzij te lopen. En denk maar aan het inzetten van de volte. Dat je, oh ja, een beetje stelling en buiging. We gaan een rustige voortje en dan vanuit je binnenbeen langs de hoekslag rijden. Goed. Bovenin houden, controle. Zacht, je wel met je binnenbeen komen daar. Binnenbeen, ja, binnenbeen. Oh ja, dat, ja, dat, ja, dat. En naar rechtuit. Keurig, goed zo. Netjes. Keurig, onderlopen. Het gaat mij vooral ook om dat stukje buigen. Dat je dus die hele paard eigenlijk, hè, die hele stukje in het lijf kan laten buigen. En dan voor je binnenbeen balans naar voren kan houden. Dat je naar voren blijft denken. Heel goed, heel goed. Heel goed. Heel goed. Het gaat niet eens om de schouder binnenuit. Het gaat er juist om dat als je die schouder binnenuit een beetje mee gaat nemen, dat dan alles wat rechtuit is makkelijker wordt. En beter wordt. Oké. Okay. Blijven rijden, want je moet het achterbeen eronder rijden. Nu kan we denken, je moet de voorkant terugrijden. Buitenbeen iets naar achteren. Een beetje stelling en buigen in je binnenbeen. Stelling en buigen naar links. Buitenbeen naar achteren, zo ja. Goed, zo. Ga ik weer maar aan. Volte, volte, naar boven, naar boven, naar boven. De voorhand naar boven en de achterhand eronder.
En ook bij een jong paard, dat gaat helemaal niet over een verzamelde galop, maar het gaat wel om de houding en de balans. Ja, zo. Dat je de houding naar boven en de balans naar boven vraagt. De achterhand komt. Zo, ja. Zo, ja. Goed zo. Ja, goed zo. Keurig. Keurig. Even terug naar de trap. Ja, netjes. Zo. Het houdt zijn voordeel ook wel een beetje, want ik stel aan buiten te vragen, dat ik binnen ben naar boven te denken. Maar die aanleuning een beetje bergop vragen, dat is belangrijk, want anders dan kun je die achterhand er ook niet onder rijden. Dus je moet niet te veel voorover duiken en dan wegrennen, want dan heb je niet terug te stellen. Heel fijn zo, dan moet je zo ook mooi aan de teugel blijven, ook rugberg. Ik druk er snel op. Ik is nog steeds wel eens onrustig in die aanleiding. Maar ook als je zich oprukt, zeg maar, zou ik niet zozeer met je hand dus reageren. Maar gewoon denken, oké, mijn hand staat hier. Zij kan het zichzelf makkelijk of moeilijk maken door met die hand mee te werken of er tegenin te gaan. Maar die hand staat hier gewoon. En dan de rest moet je eigenlijk vanuit je been of van achteruit naar de hand toe op. Deze, daar een beetje contact houden en gewoon met je been door blijven rijden. Goed, dat is heel fijn. Dus daar gewoon een keer een pasje verruimen en verzamelen. Verruimen en weer terug. Dan gaan je been een beetje achteruit aan. Oké, even geen geluid hier helaas, dus ik vertel even wat we aan het doen zijn. We zijn flow met de schoft omhoog laten springen. Dus mijn fout is dat ik in de galop vaak probeer flow juist wat lager en langer te krijgen in het frame. Waardoor ze achter geen ruimte meer heeft om onder te springen, omdat ze eigenlijk een beetje de grond inzakt aan de voorkant. En zoals je ziet, als ik haar wat meer opricht, dan kan ze eigenlijk toch wel heel mooi terug galopperen. Nou ja. Echt wel wat geleerd dus. Nou, nog eventjes uitstappen met Katinka en dan zit de les erop. Je moet nog een keer zeggen dat je het echt leuk vond. Dat was echt leuk. Echt mega leuk. Nee, maar het ging vooral heel goed. Zelfs braaf. Maar galop ging echt heel goed. De tweede galop is echt verbeterd. En ik had af en toe een beetje kopgewakt, maar het was ook best wel druk gewoon. Veel wind. Ja, er gebeurde veel. Er gebeurde veel, dus het is ook niet zo raar. Ik was eigenlijk wel tevreden. Nee, het is geen super. Die vrouw, die heeft daar vakantie straks, ben je bang van? Vindt ze denk ik alleen maar saai, vakantie. Ja, nou, niet vakantie. Saai, vakantie. Stop. Wanneer moet je dan knorren? Ja, precies. Wanneer moet je dan alles eens vinden? Niet nu. Zo, nu ben ik weer thuis en ik zit de beelden terug te kijken en kan zo nagenieten van deze les. Het ging zo ontzettend goed. Ik ben heel trots op Flo. Flo heeft nu lekker een weekje vrij, maar dat betekent niet dat ik niks aan het doen ben. Want ik ga deze week namelijk nog naar SME van Life as SME. En ik ga daar Baloo aan de hand werken. Wat nou echt, echt serieus heel erg leuk is. Daar heb ik heel veel zin in. De video staat al online op mijn kanaal. Dus ben je daar nou benieuwd naar? Kijk dan hier.